Following the release of her first single of her third and latest album that will be released a little bit later this year, Charlize Berg has been climbing the radio chart. The singer and songwriter have enjoying multiple nominations across her three albums and will also be at the 22nd KKNK that kicks off today in Oudtshoorn to make sure you see her perform live. But first, here to join us on our Feel Good Breakfast show to perform her hit, My Hart Myne. Vrydag aand, ek voel soos elke voet van Taylor Swift. Ek skiet jou af, ek het te lankie voor jou dier gewag. Die wereld het te lang vir my gewag. Vanaand gaan ek myself verloor, dit sal hoe jy my hart gaan doen. Dis een sprook, dis verhaal. Hier is my hart myne. Vanaand gaan ek weer oorbegin. En die chaos sal ek aan ons sing. Oor die sprookjes verhaal met die einde. Oor geskryf, hier is my hart myne. My hart myne, ek en jy het al een pad gestap, maar oor en oor verdwaal. Hart probeer, maar nie te lang gewag en jy het my nooit kom haal. Oh, vanaand gaan ek myself verloor. Dis al hoe jy my hart gaan hoor. Dis een sprookjes verhaal met die einde. Oor geskryf die keer is my hart myne. Vanaand gaan ek weer oor begin. En die chaos sal ek aan ons sing. Oor die sprookjes verhaal. Self aan jou te verduidelik. Jy luister elk geval nooit as ek my hart uitdruk. Op af, heen en weer, ek is moeg geredeneer. Ons het ons kans gehad, hoekom sal ons weer probeer? Vanaand gaan ek weer self doen. Dis al hoe jy my hart gaan doen. Dis een sprook, die verhaal met die einde. Oor geskryf, die keer is my hart myne. Charlize Berg op jou voetgoel ontbijt program. Charlize, you have been all over the world with your singing. What would you say are some of your highlights? Well, ek moet sê, dit is een samenvatting van klomp oomblikke. Ek het die voorreg gehad om al baie dinge te kon doen in die rekordloopbaan van my. Maar ek moet sê, as ek een paar moet uitnoem, sal dit die eerste keer wees wat ek uit die dak uit moes kon op skouspel. Oh ja? En moes gesing het. Dit was nogal scary, ek moes met sikke hoë hakskoene by een leertjie opgeklim het, op so dun ou swaaikie gaan sit het en hoop alles gaan nou kaai. Maar dit was definitief een hoogtepunt in my lewe, my eerste SAMA nominatie wat heeltemal onverwags gekom het. En ja, dan sal julle paar die eerste keer wat ek in Amerika gesing het, was my ongelooflik. En ja, ek hoop net vir lekker tye wat nog voor lê. Natuurlik, daar gaan nog baie wees. Nou, dis nie jou eerste keer by die KKNK nie. Waarna sien jy uit die meeste? Wel, ek was al so paar keer by KKNK en ek moet sê, ek dink, dis een ongelooflike platform vir ons en dis die atmosfeer. Daar is net muziek en kunst in die lig. So ek sien baie daarna uit om my nuwe album en my nuwe songs met my aanhangers te deel. So daaroor is ek baie opgewonde. Baie dankie, Charlize Berg. Make sure you do not miss her at this year's KKNK. This is your Feel Good Breakfast Show, Expresso.